Beste mensen van de site rkcdrill.nl, welkom. Vandaag waren we getuige van de wedstrijd tussen Drill en VDZ. En deze wedstrijd stond onder leiding van de scheidsrechter Hermsen. Een onopvallende, opvallende man in het zwart. Wat heeft u zelf van de wedstrijd meegekregen? Hoe heeft u de wedstrijd zelf ervaren? Het was een leuke wedstrijd. We mogen zo met de spelers en hoort er ook bij natuurlijk. Ik zei net al in mijn intro een onopvallende, opvallende man. En dat opvallende vonden wij dat het met name de jeugdigheid van deze scheidsrechter betrof. Wij weten dat bij Drill, maar ook bij de tegenstander, enkele ervaren rot in het team spelen. Die natuurlijk het klappen van de zweep kennen. Hoe ga je daar als jonge scheidsrechter mee om binnen de lijnen? Ja, je probeert dat een beetje in te schatten hoe je natuurlijk hoe die speler is, wat zijn hoe die zich gedraagt natuurlijk. Mooi dat inderdaad voor het publiek een leuke wedstrijd om te zien. Even nog wat je zelf aangaat, jonge scheidsrechter, wat zijn jouw ambities en jouw plannen voor de toekomst? Natuurlijk om betaalvoetbal te fluiten. Kort maar krachtig, een hartstikke goed doel. Nou, we zitten vandaag de wedstrijd erop en dan zijn de reacties ook van de beide trainers, maar ook in de bestuurskamer, louter positief. Hoe pak je dat zelf op? Ik bekijk de wedstrijd wel op mijn eigen manier. Ik vind zelf dat ik een aantal dingen beter had kunnen doen. Een aantal momenten kom ik in een klutsituatie te staan. Dat zijn kluspunten voor mij, werkmomenten. En daar, dat behandel ik in mijn zelfreflectie en daar heb ik het met mijn coach over. Hartstikke goed. Conclusie van vandaag? Tevreden? Een goede pot, maar altijd kluspunten te vinden natuurlijk. Ja, dat zie je de ambitieuze scheidsrechter. Bedankt voor dit moment van interview en heel veel succes met je verdere carrière. Ja, dankjewel. Jullie ook.